Hoewel de Nederlandse gezondheidszorg in internationale vergelijkingen stevast in de top van de ranglijsten is terug te vinden, is de economische gezondheidstoestand van onze gezondheidszorg wel degelijk voor verbetering vatbaar. De preadviezen bevat hiervoor een flink aantal nuttige aanknopingspunten. Ten aanzien van de zorguitgaven komen uit de preadviezen drie belangrijke conclusies naar voren. De eerste heeft betrekking op de beheersing van de collectieve zorguitgaven en dan in het bijzonder de langdurige zorg. De tweede heeft te maken met de afbakening van het wettelijke basispakket. En de derde heeft te maken met preventie. Om te beginnen met de belangrijke conclusies ten aanzien van de beheersing van de collectieve zorguitgaven. Daar blijkt uit de cijfers dat bij ongewijzigd beleid het perspectief vanuit voor de overheidsfinanciën weinig rooskleurig is en dat extra inspanningen nodig zijn. In het bijzonder een meer nadruk op private financiering lijkt onontkoombaar en dan kan bijvoorbeeld gedacht worden aan hogere eigen bijdragen of een hoger eigen risico. In dat kader is ook een preadvies opgenomen in de bundel die voorstelt om voor de langdurige zorg meer gebruik te gaan maken met het van het profijtbeginsel. En dat betekent dat mensen die naar verwachting meer gebruik zullen gaan maken van langdurige zorg, daar ook meer zullen voor gaan betalen. Ten aanzien van het basispakket is een belangrijke conclusie dat de afbakening daarvan moet worden verbeterd. De afgelopen jaren zijn op dat vlak weliswaar belangrijke stappen gezet, maar het is nog niet genoeg. Van de politiek wordt nu gevraagd dat duidelijke afkapgrenzen worden vastgesteld. Dat zal lastig zijn en dat vergt een belangrijke maatschappelijke en politieke discussie, maar het is onontkoombaar. De vraag zal moeten worden beantwoord: wanneer zijn de kosten per gewonnen levensjaar in goede gezondheid zo hoog dat een bepaalde behandeling niet in aanmerking komt voor opname in het basispakket? De derde conclusie die uit de preadviezen naar voren komt ten aanzien van de betaalbaarheid, ligt op het gebied van preventie. Hoewel voor bepaalde aandoeningen zoals kanker en hart- en vaatziekten de leefstijl van mensen een belangrijke rol speelt, blijkt uit het onderzoek dat in de preadviezen wordt gepresenteerd dat een maar een beperkt deel van de totale zorguitgaven te wijten is aan ongezond gedrag. Daarmee is niet gezegd dat preventie geen zin heeft. Integendeel, het kan wel degelijk waarde hebben, maar dan niet om de zorguitgaven in bedwang te houden, maar vooral om de gezondheidswinst die ermee samenhangt. En daarmee ook weer de productiviteitswinst die dat met zich mee kan brengen om preventie te bevorderen en om een gezonde leefstijl te bevorderen, zou overwogen kunnen worden om gezond gedrag te belonen of ongezond gedrag financieel te straffen. Dat kunnen de zorgverzekeraars doen, dat zou de overheid kunnen doen. Hoe je dat precies moet doen, dat is lastig, maar daar worden in de preadviezen een aantal voorstellen voor gedaan. Bijkomend voordeel kan dan ook zijn dat het draagvlak onder de basisverzekering niet verder zal eroderen. Het nou, eerste pre-advies gaat over het uh, zorgstelsel dat in 2006 is ingevoerd en kijkt of dat zorgstelsel nou eigenlijk voltooid is. En komt tot de conclusie dat er, dat er eigenlijk op twee terreinen nog belangrijke lacunes zitten. Ten eerste op het gebied van kwaliteitsinformatie. Die is nog duidelijk onvoldoende, waardoor verzekeraars niet goed, goed, goed kunnen contracteren en mensen niet goed kunnen kiezen. Ze hebben simpelweg te weinig goede kwaliteitsinformatie. Daar is. Veel progressie gemaakt, maar nog niet voldoende. Het tweede punt is het punt van risicoverevening. Verzekeraars krijgen compensatie voor mensen met een zware chronische ziekte, bijvoorbeeld. Maar op sommige chronische ziekten lijden verzekeraars nog steeds voorspelbaar verlies en hebben dus nog geen goede prikkel om voor die mensen goed zorg in te kopen. Dus ook op dat terrein moet echt nog progressie worden geboekt. Een tweetal adviezen gaat over mededinging in de zorg en met name het mededingingstoezicht. En daar zijn toch ook belangrijke uh, conclusies. Ten eerste, uh, uh, we zien dat sinds het nieuwe zorgstelsel in 2006 is ingevoerd, dat er een hele grote concentratietendens is, zowel bij de zorgverzekeraars als bij de ziekenhuizen. Er komen steeds minder zorgverzekeraars en steeds minder ziekenhuizen door allerlei fusies. Uh, om te zorgen dat er toch voldoende te kiezen overblijft, uh, is het noodzakelijk dat uh, er scherp toezicht wordt, gezien, uh, toezicht wordt gehouden op die fusies. Kijken, zijn ze wel noodzakelijk en leiden ze niet tot te sterke machtsposities. Een constatering in uh, een van de pre-adviezen is dat uh, daar vraagtekens bij kunnen worden gezet en dat de NMA een belangrijke rol heeft om scherp en stringenter dan tot nu toe toe te zien op fusies in de gezondheidszorg. Een tweede eh, preadvies gaat met name over het karteltoezicht. en daar is de conclusie: daar zou de NMA veel meer richting moeten geven aan veldpartijen in de gezondheidszorg, omdat die vaak onzeker zijn eh, wat nou precies de regels zijn. En ze moet ook die regels beter economisch onderbouwen als ze ze toepast.